Shabam! Hij is terug. Hij gaat meteen aan de noot. En dan, als ik dat doe, hè, dan zou je dus bij deze gaan zeuren dat ik aan het kraken ben in je oor. Ja, ik heb dat. En nu als je dat zelf doet, misofonie. Ja, ik onthoud het woord niet. Dus ik zeg maar gewoon dat je zeurt over kraken in je oor. Ja, mondgeluiden. Welkom terug, Jelle. Je bent er weer met een fel gekleurd shirt. Ja, dit is het uitshirt van Atletico Nacional. Er staat Postobon. Postobon! Wat een heel zoet frisdrankje, eigenlijk een merk is. Met een heel veel soort van, wel echt bubblegum en andere rare merken. Is het een soort van Fernandez-achtig? Het is precies Fernandez-achtig. Het is de Fernandez van Colombia. Nice. En die staat van op het... Southern America? Nou, ik ben nog niet in de rest van Zuid-Amerika geweest. Ja. Dus bij deze is het voor nu eventjes, voor mij is het Colombiaans. Maar misschien ben jij wel in Argentinië geweest en hebben ze daar ook Postobon. En moet je dat even laten, want ze hebben natuurlijk ook Suzuki in de andere delen van de wereld. Ja. Dus, maar het is het Atletico Nacional uitshirt van 2016-2017. Leuk feitje, hè? Natuurlijk heb ik dat niet zomaar gekocht. Naast het feit dat het Colombia geel ook is. Dus ik wilde gewoon een Colombia shirt. Ik ben daar naar een voetbalwedstrijd geweest van Atletico. Dat vroeg me dus af. Ja, ja, het was echt, dat schijnt daar, weet je, ik was op een gegeven moment in Medellin op het eind van mijn vakantie. En iedereen zei van, nou weet je, sowieso iets, een voetbalwedstrijd hier van Atletico Medellin meemaken of Nacional, dat is wel een hoogtepuntje. Sick, maar dus je hebt gehangen dus met de locals. Ik heb sowieso wel gehangen met de locals. Matties gemaakt. Niet local matties. Kartelmatties. Geen kartelmatties ook. Nee. Dit is een soort van supply chain nu gestart. Nee. Ik ga morgen weer met de speedbelt ga ik terug. Nee, maar heel weinig local matties die spreken heel goed Engels. Oh, dus, echt? Is dat een probleem daar? Ja. Wow, handen en voetenwerk. Ja, nee, handen en voetenwerk. Met mijn hele gebrekkige Spaans. Ik spreek letterlijk een soort van 40 woorden Spaans. Dus... moest ik alles een beetje bedenken. Ik was gewoon op een gegeven moment was ik gewoon een soort van woorden in het Engels aan het verspaansen en kijken of het iets deed. Zoals Pascal altijd doet als hij Spaans praat. Gewoon dingen verzinnen. Ja. Dan klinkt het Spaans. Het lijkt alsof hij heel goed Spaans spreekt. Ja, verzin er gewoon bij. Ja, precies. Dus dat was ik aan het eind. En ik moet zeggen, als je je best daar doet, die mensen zijn heel behulpzaam. Je moet overtuigend zijn. Gewoon dingen met overtuiging zeggen. Ja, precies. En dat is waar. Die gast snapte waarschijnlijk, maar hij doet in ieder geval zijn best. Ja. Dus hij en die mensen zijn heel behulpzaam. Dus ik ben overal wel gewoon normaal uitgekomen. Maar ben je door heel Colombia gegaan? Nee, ik ben de noordkust afgegaan. En toen had ik nog een paar dagen over. En toen had ik zoiets van, nou fuck it, dan ga ik naar Medellin. Hoe heb je jezelf vervoerd dan? Scooter, motor, auto? Taxis, heel veel bussen natuurlijk. Af en toe een motortaxi of een scootertje. Gewoon gehiked is. Ik heb gewoon gebackpacked en gehiked en wat dan ook. Dat is sick. Ik was niet gelinched, dat is ook nice. Ik ben niet gelinched, echt gewoon, weet je, ik heb alleen maar op fucking dorms geslapen. Dus dat was echt, was wel even wennen, weet je, maar op een gegeven moment is het gas boven, je staat s'nachts af te sjaken. Bijvoorbeeld, gelukkig niet meegemaakt dat je een vrouw was met je lange haar. Met lange haar gaat, ja, oh, dat is wel een fikse Colombiaanse vrouw die daar in bed ligt. Ze heeft een Atletico shirt aan, dat zal nice zijn. Beetje plat, maar ja, fuck it. Dat vind ik ook niet erg. Ja. Sick. Nee, dat dus. Nee, ik ben niet wakker geworden met ooze in mijn haar. Nee, dat scheelt. Wel heel warm daar. Dus toen ik hier terugkwam, ik had op een gegeven moment daar ook zoiets van, oh man, ik kan niet wachten eigenlijk weer tot ik in Nederland ben om eventjes van deze hitte af te zijn. Hoe warm is het daar dan? Nou, het was daar overdag 30 tot 40 graden. Vooral 40 was, het is best wel vochtig. De desert, daar ben ik dan heen geweest in het noordoosten. Daar was het 40 graden. Overdag langs de kust 30 graden, 's nachts 25. Maar in Medellin werd het 15. Dus daar was het 's nachts wel lekker. Nice. Maar toen kwam ik hier en toen had ik zoiets van, ik vind het ineens een hele andere wereld of zo. Wat hier? Ja, bizar. Ja, maar logisch. Maar ook omdat mensen anders zijn. En het weer de mensen zijn anders. Nou, maar dat is de sneeuw. Weet je, normaal hou ik echt van sneeuw. Ik heb ook heel vaak op een vakantie gedacht van, oké, volgende vakantie ga ik zeker weer naar iets waar het wel koud is. Zodat ik tenminste een fucking jas aan kan doen en niet zo moet slapen. Maar dat is wel nice, zo slapen. Nee, man. Slapen als een zeester ben ik een groot fan. Ja, ik ook. Maar niet als het een noodzaak is, omdat je het zo warm hebt dat je niet kan slapen anders. Nee. Dus maar je vond het nice genoeg en je had hier zoiets van het vak.
Nou, op een gegeven moment was ik eraan gewend, denk ik. En toen kwam ik hier. En ik vind het nog steeds vreemd om dus de deur uit te stappen. En niet soort van, warm, zweet, korte broek, dit en dat. Maar ineens soort van, In je shorts. Nou, ik kwam dus inderdaad in mijn t-shirt en mijn shorts het vliegtuig uit. En toen had ik zoiets van, kut, ik moet even mijn jas uitgraven. Ja. En mijn tas helemaal onderop. Had ik ook echt niet nodig gehad, die fucking jas. Het is wel apart of zo. Ja. Denk je dat je snel weer in de Nederlandse sfeer gewoon je thuis voelt? Ja, denk het wel. Maar in Amsterdam. Normaal heb ik dat altijd gelijk. Ja. Een soort van, ik ben thuis. Ik heb nooit echt gelijk. En nu had ik dat helemaal niet. Na 5 uur. Ja, maar ook goed. Maar nog steeds had ik dat. Ik heb dat nog steeds niet helemaal. Dat ik denk van, ik ben thuis. Maar dan heb je dus goed gechilled. Ik heb heel goed gechilled, ja. Ik heb echt heel weinig gedaan. Als je me vraagt, wat heb ik gedaan? Ja, ik kan een paar dingen gegeten, neem ik aan. Ja, maar dat is dan eigenlijk niet een van de hoogtepunten daar. Want dat hele land is vol met kleur. Hmm? Behalve hun eten. Dat is allemaal bruin en geel. Ja, want ze eten daar volgens mij veel rijst en zwarte bonen. Ja, bruine bonen of gewoon bonen. Met rijst. Maar bonen vallen op zich, maar vooral rijst inderdaad. Ja. En ze hebben wel veel fruit daar, toch? Oké, dat is waar. Ja, dat is inderdaad wel heel gekleurd. Ja. Het is wel over het algemeen. Ja. Al heb je daar ook genoeg bruin fruit, hoor. Dat gewoon ook de bananen zijn, fruit. De bruin oud fruit. De dingen gewoon, die gewoon een bruin-oranje kleur hebben. Gewoon gemixt worden tot het bruin is. Ja, ik weet het niet. Nee, maar gewoon ook vers fruit. Ik heb daar allemaal dingen gegeten die ik helemaal niet ken hier. Die je niet hebt. Nice. Sommige dingen daarvan zijn ook bruin. Maar wat ze vooral doen is inderdaad gewoon wat vlees. Worsten, stukken vlees. Dat is oké, dat is bruin. Ja. Wat was nou dat andere? Oh ja, ze flikkeren voor de rest gewoon alles in de frituur daar. Oh echt? Maar ook dingen met bijvoorbeeld niet verwacht. Kaas en chocola. Bij elkaar? Ja. Yeah. Nee. Ja, precies. Dat is even normaal. Dat kan en dat wordt, weet je, met een soort van oliebol shit eromheen. Het gewoon bruin. Alles was bruin. Kaas en chocola. Ik snap enigszins misschien dat chocola is een beetje zoet. Dat klopt. En kaas enigszins zoutig. Dus dat werkt wel met elkaar. Ja. Maar het is allebei zacht. Ja, maar hetzelfde als een beetje ricotta en chocola is ook heel normaal. En dat is ook Italiaans. Maar is het dan roomkaas of is het... Nee, het was gewoon een soort van mozzarella-achtige kaas. Yep. Ja, een beetje vetachtig. Strijk je Nutella erop. Yep. Nou ja, letterlijk bijna, zeg maar. Het was heel vreemd, sommige dingen die ze daar aten. Nice. Andere dingen waren ook wel heel, weet je, ze hebben er wel heel veel streetfood. Maar alles is gefrituurd. Dus ja, dat is het eigenlijk gewoon een beetje. Niet broodjes, kaasbroodjes, bab, gefrituurd, weet je, dat soort shit. Het was echt, hier heb je een taco, bab, weet je. Gewoon, dus ze doen hem open, ze gooien er gehakt in en een ei. Ze doen hem dicht, bab, in de frituur. Hier heb je een taco. Dat is niet een taco, maar ze flikken gewoon alles in de frituur. Flesje cola in de frituur. Ja, precies, met deeg eromheen. Nice. Ja. Maar voor het eten zou je dus niet per se... Nee, voor het eten hoef je niet naar Colombia. Dan moet je echt naar Peru of Suriname zelfs of wat dan ook. Ja, oké. Okay. Want ik hoor namelijk dat in Costa Rica, wat daarboven ligt, dat het eten daar wel... Ja, maar misschien is het dan iets Mexicaanser. Want ik had gedacht van dit is vol aan Mexico. Maar dat is het niet. Nee. Wat dus, gek zeg, dan heb je een soort van een heel land met 52 staten die alles verduurt. Ja. Ja. Dan heb je Mexico, die super fresh stuff doet. Precies, en dan in Peru naar het zuiden heb je weer frituur. En als je weer zuidelijker gaat, dan doen ze het weer niet. Fresh stuff, namelijk inderdaad ceviche. Want ik heb ook wel, maar dat is het ding, Colombia is gelukkig wel vrij internationaal. Dus je kan daar, af en toe is dat raar, weet je. Stel, weet je gaat naar Thailand of naar Indonesië, dan is het eigenlijk, weet je, dan verloog je jezelf. En het land, als je naar McDonald's gaat of wat dan ook. Nou is er gelukkig geen McDonald's te vinden in Colombia. Eentje heb ik er gezien, echt in het hele land. Maar er zijn wel gewoon, weet je, overal pizzeria's. Ze houden daar van pizza, ze houden er van perro caliente. Weet je wat perro is in Spaans? Perro is hond. Nice. Dog. Hotdogs. Ze eet gewoon hond. Ze eet daar hotdogs. Oh, ze eet gewoon hond. Geen hond, nee, hotdogs. Dus maar ook dat vinden ze hond. Echt... Nee, ik heb geen rare, ik heb geen mystery meat gezien ook. Maar alles was bruin, zei je. Dus dat weet ja, oké, nee, ik weet het niet. Maar ik weet wel enigszins hoe bepaalde vleessoorten proeven. Ook hond en kat. Ik denk dat kan ik niet met overtuiging zeggen. Maar ik denk dat ik nog nooit hond heb gegeten. Dus ik denk dat ik niet weet dat ik hond zou eten als ik aan het eten was. Nee, ik denk ik wel. Dus dat heb ik niet gezien daar. Nice. Dus dat is het een beetje. Heb je nog een beetje shabby types gezien? Oh, heel veel. Van,
Heel jij veel shabby types. 15 bruine pakketjes onder je kussensloop. Onder je kussensloop. Nou, elke taxichauffeur had ik zoiets van, nou weet je, ze zet hij me af bij de plek waar ik moet zijn. Of stuurt hij me ergens soort van naar binnen bij iemand die waarvan ik coke moet kopen. Risky. Nooit gebeurd, want het zijn allemaal toch, weet je, maar je hebt gewoon zo'n beeld, weet je, van Colombia door narco's en gewoon hoe. En ze zien er wel allemaal op een bepaalde manier uit, alsof ze dat zouden kunnen doen. Ze er Colombiaans uitzien. Nou ja, maar niet in sommige mensen waren Colombianen vrienden. Worden zo stereotyperend neergezet als drug dealers. Ja. Maar dat is gewoon, dat is hoe een Colombiaan eruit ziet. Dat is niet hoe een drugdealer eruit ziet. Nee, klopt. Nee, maar dat is toch niet, want dat is ook het leuke. Je hebt er heel veel verschillende soorten mensen, gewoon hoe ze eruit zien, weet je. Ik denk dat heel veel Creoolse invloeden, vooral in de Noordkust, Mexicaans dan niet echt, maar wel Zuid-Amerikaans. Maar af en toe heb ik gewoon mensen gezien waarvan ik vol aan zou zeggen dat ze Asian zijn. En dat waren gewoon Colombianen met misschien ergens heel ver Asian roots. Maar dus heel veel verschillende variatie in uiterlijk daar. Ik zag op een gegeven moment ook, ik kon zo de Argentijnen eruit pikken. Want die hebben bijvoorbeeld een veel uniformer uiterlijk, naar mijn idee. Dus dat was wel heel grappig. Maar af en toe dan zat ik gewoon bij iemand in de taxi waarvan ik denk van, dit zou ook een loesje dude kunnen zijn. Nice. Maar het was gewoon een taxichauffeur waarschijnlijk, weet je. Maar mijn neef is dat wel gebeurd in Colombia. Nee, dat bedoel ik. Mijn neef die was ook aan het backpacken in zijn eentje. Ja. En die stapte in een taxi. En toen stapte er halverwege een bergpas, stapte er een tweede guy achterin. Ja. En toen werd 2 kilometer verderop een mes op zijn keel gezet. Dat bedoel ik. Dus, en toen heeft hij paspoort heeft hij geroepen. Dat is het enige wat hij heeft gekregen. De rest hebben ze meegesnatst. Waarom? Paspoort, dat wilde hij nog hebben. Ja, omdat hij dan, dat is het enige waar hij kon ook geen Spaans en wat dan ook. Dus weet je, een soort van paspoort. En dan, toen paspoort. Is hij gelukkig 2 backpackende Australische chickies tegengekomen. Ja. En die hebben hem naar de eerste beste dorp geholpen. Naar het beste dorp en dan vanaf daar weer. Oh, heeft hij dan? Tante is toen naar Colombia afgereisd. Nee! Ja. Doe normaal! Ja. Waarom in godsnaam? Ja, omdat weet ik niet. Maar in ieder geval, toen zijn omdat ze hij samen toch niet naar geschikt Nederlandse was ambassade voor een backpack leven. Ja, maar daarom, dan ga je gewoon heen. Je gaat gewoon naar de Nederlandse ambassade. Ik had het opgezocht al. Niet, ik heb zijn niet er tegen gezegd van, ik zal even. Nerd, je hebt er altijd op moeten bellen. Hij nerd die je er bent. Weet je? Ja. Je gaat er niet je fucking tante. Ik zie ik weet niet wat ik zou doen als er een mes tegen mijn keel werd gezet in Colombia. Terwijl ik in mijn eentje allemaal shit werd gejat. Ik zou zeker inderdaad mijn shit afgeven. En dan hopelijk nog naar de ambassade kunnen komen. Ja. Dat is het een beetje. Maar trouwens wel ook dat hele, in ieder geval wat ik heb gezien, alles was gewoon gemaakt voor backpacken. Weet je, gewoon in sommige landen is dat heel normaal. Weet je, net zoals in Thailand en Vietnam is gewoon backpacken is gewoon heel relaxed en makkelijk. En heb je overal gewoon, weet je, busstations waar mensen wel wat Engels spreken, omdat ze snappen dat er heel veel toeristen van de ene naar de andere plek willen. Heel veel hostels en wat dan ook. Dus, het is wel echt een land waar je als je dan maar niet inderdaad in een random kuttaxi terechtkomt. Maar daarom, weet je, een zo'n regel is natuurlijk altijd dat je eventjes op de plek waar je bent even een taxi laat bellen. Je hebt er ook een app, Tapsy. Taxi. Vind ik nice. En dan zijn er gewoon, het is net zoals Uber, maar dan voor echte taxis. Ah, kijk. Ja, als je, dus dan kan je natuurlijk, ja, kijk, als je je telefoon meeneemt, dan alsnog kan je niet zeggen, deze dude was een lul. Als je in een dorm of in een hotel of wat dan ook mensen laat bellen naar een taxi, dan kan je er al zekerder van zijn dat je niet zo hard genaaid wordt. Dat is precies het ding inderdaad, ja. Dat heb ik wel gedaan. Nice. Smart. Slimmere backpacker dan ik ben dan jouw neef. Duidelijk slimmer dan mijn neef. Ja, maar ik heb ook inderdaad wel echt rare verhalen gehoord, hoor. Dat, en ook wel, weet je, gewoon inderdaad shady fucking straatjes in rare kustplaatsjes. Dat je loopt en dat er zo'n kindje soort van een beetje zo naar je loopt te kijken. En dan zo een soort van langs loopt en een heel raar fluitje doet. En dat er ineens, allemaal dudes naar buiten komen die je gewoon echt van alles willen aansmeren. Ja. Dat, 15 guys. Letterlijk. Gewoon een soort van dude, coke, marijuana, women, we got it all, heroin. Weet je, gefrituurde sneakers. Gefrituurde fucking bruine shit. Had ik waarschijnlijk ook wel van ze kunnen krijgen. Dat, dus het was wel apart, weet je. Ik denk, er zijn gewoon veel loesje types. Ik denk ook dat heel veel mensen die jonger waren dan 30, ik denk misschien wel 40% van de mensen die ik heb gezien, daar had ik wel zoiets van, oké, weet je, je zit veel te veel aan je neus. En je hebt veel te veel die soort van, die blik, die soort van schuldige, schuchtere blik. Misschien is de zwaartekracht wel iets zwaarder, dat je hoofd dat meer nee, het is gewoon, je ziet het in iemand ogen als ik coke heb gebruikt. Dus dat heb ik heel veel gezien. En ik moet ook wel zeggen, ze zijn er helemaal niet trots op een coke soort van
imago. Nee. Niet maar het is daar zo makkelijk met gewoon een witte berg. Witte berg ook. Dat zou echt vet zijn. Nou, en opgerold door. Nee, ze zijn echt heel blij dat het niet meer, weet je, zo oud en niet open is, die narco shit. Dat is Bolivia natuurlijk. Dat is Bolivia nu een beetje inderdaad. Maar ik moet wel zeggen dat ze. Het is daar zo makkelijk dat je het wel heel veel ziet. Ja. Dus dat. Maar enablers zijn het. Het zijn, ja, precies. Maar het zijn niet. Ze pushen je niet. Nee, het is niet dat 99% van de bevolking aan de kook probeert te helpen. Nee. Iedereen die oud is, die heeft echt. Weet je, die zijn wel echt. Gewoon hele chille, normale mensen. Ja. Die hebben hun cash al opgesmeerd. Nee, ze hadden geen cash. Weet je, die konden vroeger, moesten ze bang over straat in weet je, omdat ze niet wisten of ze terug zouden komen, dat soort shit. Dus die hebben dat helemaal niet. Je hebt ook, weet je, hotels. Want, ik ben een toerist, ik heb Narcos gekeken, dus ik had zoiets van, ik moet wel eventjes wat van dat soort dingetjes ook doen. Even Pablo volgen. Nou ja, je had dus een paar van die tours, had ik van gehoord. Van, dan kan je naar Pablo's Mansion of dit of dat. Misschien kunnen we daar nog een itempje over maken. Maar dan ging ik dat vragen bij een bepaalde tour-instelling of zelfs bij de desk. Ze zeiden, no Pablo. Weet je, een soort van, nou, dat willen we niet. Weet je, daar gaan we echt niks mee endorsen. Alles ontkennen. Nee, gewoon een soort van, nee, daar willen we niks mee te maken hebben. Van, je gaat maar op een andere tour waar geen Pablo shit te doen is. Dus, op zich, ik snap het ergens wel. Want het is natuurlijk nog niet zo heel lang geleden. Nee, dat is het. Maar precies. Maar je hebt het overal, weet je. Gewoon een Jack the Ripper tour in Londen. Dat is wel lang geleden. Maar de Hitler tour in Berlijn. Echt? Nee. Oké, maar ik zweer het je dat er vast wel zoiets is. Dit is genoeg, heel Berlijn is ongeveer. De Adolf Hitler tour. Ja. Nou, maar er is vast iets. Maar je hebt het altijd. Je hebt ook Napoleon in fucking Zwitserland. Elba bij Italië. Je hebt die, ja, maar dat is ook niet zo'n enge man natuurlijk als Don. Nou, misschien ik weet het niet. Ja. Hij was vooral klein. Maar heel veel mensen dood gemaakt. Eng mannetje. Ja, daarom. Dus dat bedoel ik. Weet je, dat soort dingen zullen overal ter wereld gewoon. Je hebt ook vast wel in Amerikaanse steden heb je de Gacy Tour. Of de Ed Gein Tour. Of wat dan ook. Of de weet ik veel. Hoe heet die dudes? Die andere drugs dudes in Amerika en Detroit en wat dan ook. Ik weet het niet. Weet ik veel. Maar ja, weet je, het is ook wel een beetje. Het hoort er een beetje bij of zo. Ja. Maar je kon bijvoorbeeld ook paintballen op een van zijn estates. That's weird. Ja, dat heb ik dan weer niet gedaan. Dat vond ik te schuin. Ja. Dat vond ik te plat. Een soort dat van, oké, dan ga je een soort van. Break yourself, fool! Of zijn. Weet je, op zijn land. Hoeveel guys dan gewoon totaal out of place. Say hello to my little friend. Say hello to my little friend. Ja, zeker. Ja, ik denk dat. Ass Sosso, where's that you? Die shit. Gewoon volledig verkeerde film. Weet je, verkeerd land. Ja. Maakt niet uit. Nee, precies. Ja. Dus dat was. Nee, maar het was nice. En nu ben ik terug en nu gaan we allemaal weer vette dingen doen. Waar zijn we mee bezig? We hebben wel vette dingen gedaan terwijl je niet was. We zijn gewoon verder gegaan met vette dingen. Ja, dat weet ik. Dat snap ik. Dat gebeurt. Ik ben vandaag bezig met weltschmerz. Ja. Iedereen is ziek. Okay. Dus David doet het in zijn eentje. Nice. Is er niks aan nu? Ja, waarom? Er is nu iemand die aan het schakelen is. Oké. Okay. Maar dat is het een beetje. En voor de rest zijn we gewoon bezig met de reguliere items die deze week online gaan komen. En er zitten volgens mij deze week nog 2 tripjes binnenlands aan te komen. Dus dat komt volgens mij weekend en volgende week. Als ik het goed zeg hoor, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar dit weekend en volgende week komen die dingen online. Iets met JJ en Shelly en iets met JJ en mij. Cool. Ja. Laten we zo nog even een half uurtje dan daarover praten. Dan ben ik weer bijgepraat en dan kunnen we kan ik weer aan de slag. Ga ik even kijken of de andere kant niet in de fik staat en dan ben ik zo weer terug. Vet. Oké. Doei jongens.